Vanaf 14 maart mag je weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, waar moet je eigenlijk op stemmen in al dat politieke geweld in jouw gemeente? Want er is zoveel keus. En wat is eigenlijk de visie van al die partijen op de komende vier jaar? Nou, in de Stempotlood Challenge hebben alle politiek vertegenwoordigers van die partijen hun visie voor de komende tijd op het doek getekend of geschilderd. En vandaag was het de beurt aan de gemeente Tarneuzen. Dit waren hun creatieve schilderijen. Mijn naam is Dennis van Nieuwenhuizen, nummer 5, Sociaal Teneuzen lijst 11. Wat u hier ziet: dat zijn de kernwaarden van Sociaal Teneuzen voor de raadsperiode 2022-2026. Kernwaard is voor ons teneuzen, gemeenteten, terug aan haar inwoners. We hebben het over burgerparticipatie, leefbaarheid van de kernen, gedragen en gefaciliteerd door de inwoners van die kernen. We hebben bereikbaarheid, openbaar vervoer. Na zes uur willen wij ook dat de kernen bereikbaar blijven. En we hebben hier uiteindelijk sociaal domein: zorgen voor kwetsbare groepen in onze samenleving, in onze gemeente. Dert Vlaanderen, lijsttrekker voor de SGP Gemeente Terneuzen. Dit is de industrie. Hier uh, willen we minder windmolens en minder overlast voor de omwonenden. De boeren hebben een belangrijke rol voor duurzame energie en natuurbeheer. Seniorenbouw is ook erg belangrijk. Westerscheldentunnel, tolvrij. Gezin, de hoeksteen van de samenleving. Snelfietspaden, zondagsrust, burgerparticipatie en Godszoort is ons uitgangspunt. En ja, stem SGP zou ik zeggen. Dank u. Mijn naam is Frank van Hullen van de politieke partij Top Gemeentebelangen. Top Gemeentebelangen al jarenlang de lokale partij in. Terneuzen, Neuzen, Westerschelde Kanaal. Wij zijn voor alle veertien kernen. Voor alle mensen, genderneutraal, ongeacht de leeftijd. Van belang is dat wij nu gebruik moeten maken van de kansen die er liggen. Wij zijn nu bekend in heel Nederland. We hebben een Novi-gebied. We hebben een grensoverschrijdend havenschap van wezenlijk belang voor de werkgelegenheid. Voor de leefbaarheid in onze kernen. Wat wij altijd overeind willen houden. Middels de sport, middels de kunst en de cultuur. Middels de juiste huizenbouw in alle kernen. Stem lokaal, Stem top gemeentebelangen. Mijn naam is Frans van Kolm en ik ben lijsttrekker voor GroenLinks in Tenneuzen. Onze samenleving, afkomst, religie en gender. Uh, wij staan voor een inclusieve samenleving. Het gemeentebestuur beschermt haar inwoners tegen invloeden van buitenaf. Industrie, we zijn voor een veilige en gezonde leefomgeving. We staan voor een rechtvaardig armoedebeleid. En wij willen goedkope en duurzame huizen. Groen, gezond, gelukkig. Stem GroenLinks. Mijn naam is Jacques Begijn, lijsttrekker en wethouder voor CDA Terneuzen. Belangrijk is wonen. Hier ziet u een stap. U ziet hier een rollator. Dat wil zeggen: wonen voor starters, maar ook goed wonen voor ouderen, levensloopbestendig. Voortgezet onderwijs, heel erg belangrijk. Lodewijk College. op één locatie, dichtbij, zorgzaam en ook bij het Centrum voor Toptechniek. De onderste reeks wil zeggen. Beweegtoestellen, goed voor sporten in de openbare ruimte, vervolmaking van Trondje Kreek. Goede sportinfrastructuur, vernieuwingen zoals padel en cricket. En ook behoud van voorzieningen, bijvoorbeeld in de kleinere kernen. 1 euro investeren in sport, bewegen en vitaliteit betekent 2,5 euro maatschappelijk rendement. Stem daarom CDA. Ik ben Johan Hessing, lijsttrekker van 50Plus in de gemeente Teneuze. Leefbaarheid is een van de speerpunten van 50Plus. We hebben in de gemeente Neuzen op dit moment 2200 mensen die wachten op een woning. Wij zijn van mening dat als de grote woningen die nu vaak bewoond worden door één en tweepersoonshuishoudens, huishoudens, als daar alternatieve woonvorm voorkomen, dan komen de grote woningen vrij en dan kunnen we die vrijmaken met de startersregeling voor onze nieuwe generatie. 50Plus mijn naam is Lasno van de Voorde, Partij van de Arbeid in Terneuzen. Belangrijk vinden wij van de Partij van de Arbeid dat we inzetten op voorzieningen. Dat we inzetten op de bereikbaarheid en dat we zorgen dat jong en oud fatsoenlijk en betaalbaar gehuisvest worden. Nou, dat kunnen wij allemaal wel willen, maar dat kan niet zonder de hulp van Den Haag. En die zien we hier in de tekening, dat is die duidelijke handreiking over en weer. Waarbij Zeeland toch heel duidelijk aangeeft, dit hebben we nodig en Den Haag ons weet te vinden... Om te zorgen dat onze mooie regio op, uh, op hoog niveau blijft. En dat we de voorzieningen overeind kunnen houden. Onze jongeren kunnen behouden. En dat we kunnen werken aan die uh, mooie toekomst. Ik ben Mark Smit van de SP Tenneuze. De stip is ons startpunt. Vanuit daaruit uh, hebben we onze kernwaarden. Gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. Wonen is bijvoorbeeld een grondrecht. Want iedereen heeft het recht om in een huis te wonen. Dus koop je een huis, ga je erin wonen. Dieren hebben geen stemrecht, maar wel een bestaansrecht. Dus wij willen opkomen voor de dieren. En het allerbelangrijkste is: hashtag, luister dan ook nog eens naar de jeugd. De STEM-SP, lijst 9. Mijn naam is Paula Stoker van Sterk. De komende raadsperiode willen wij ons inzetten voor een beter aanbod en wonenruimte van starterswoningen tot eenpersoonswoningen. We willen burgerparticipatie op een hoger niveau tellen. Dus met meer inwoners meer overleg voeren. Voorts het armoedebeleid willen wij uitbreiden met bewindvoering en vervolgens ook het uitbreiden van schuldhulpverlening. Stemt u op Terneuzen sterk? Mijn naam is Peter de Kraker van D66 Terneuzen. Voor D66 begint het met onderwijs. En ik neem u mee naar dezelfde rustwijk in Terneusen, Waar hier het nieuwe gebouw van het Lodewijk College staat. Waar alle leerlingen van het Lodewijk College les krijgen. Daarnaast staat het ROC Skalda met het Centrum voor Toptechniek. Techniekopleidingen waar het ROC, voortgezet onderwijs en bedrijven nauw met elkaar samenwerken. Volgend jaar komt er het Zorghuis van de Toekomst. Waarbij zorgopleidingen verzorgd worden door ZorgSAM, Lodewijk College en het ROC Skalde. Dus reden te meer om het nieuwe gebouw van het Lodewijk College in de rustwijk van Terneuzen te zetten. Ik ben Sonja Suij van de VVD Terneuzen. De toekomst is nu, want jij bepaalt hoe de gemeente Terneuzen de komende vier jaar bestuurd wordt. Kies daarom voor de VVD Terneuzen. Want wij staan voor de gemeente die voor en met de burger werkt. De VVD past goed op de centen, houdt de belastingen laag. Zet in op woningbouw in alle kernen, leefbare kernen, bruisende winkelgebieden, voldoende vrije tijdsbestedingen. Bij de VVD geen plaats voor criminaliteit en overlast. Wij investeren in verkeersveiligheid. De VVD wil een personentrein Terneuzen-Gent. Een OV-knooppunt bij de binnenstad. Kies voor de toekomst, kies VVD Terneuzen. Dat was de gemeente Terneuzen. Op onze website omroepzeiland.nl kun je alles nog eens even rustig bekijken. En veel succes met kiezen!